Hallo allemaal, goedemiddag. Ja, onderzoek en proefpersoon zijn, wat is dat? Nou, dat gaan we dadelijk allemaal aan jullie uitleggen. Je bent vandaag niet alleen toeschouwer, maar je bent dus ook proefpersoon. Maar eerst, ik vond het applaus voor mij keurig, want dat is bescheiden. Maar graag ook even een applaus voor jezelf dat je hier bent vandaag. Hallo allemaal, goedemiddag. Leuk. Eerste vraag in een klein mini-onderzoek van mezelf. Zijn er naast mij nog meer kinderen die Björn heten? Niemand? Nee? Ben ik de enige? Oké, dan is de zaal 100% Björn-vrij. Dat is fijn om te weten. Jullie hebben zojuist het eerste onderzoekje meegedaan en afgelegd. En dat ging goed. Hoe ging dat? Ja? Helemaal goed? Ja? Mooi. Dan heb ik nu een paar andere vragen voor jullie. Technische vraag. Jullie hebben allemaal kaarten gekregen, hè? Ja. Nou, je ziet een kleine groene kaart, lichtgroene kaart en een rode kaart. Hè? Ja, die heb je nu nog even niet nodig. Dat is straks pas bij professor Monique. Dus die gaat daar straks iets mee doen. Wat wij nu even nodig hebben is die grote groene kaart. Je hebt ook allemaal een stift gekregen? Ja. Mooi, kijk eens. Allemaal dezelfde kleur? Nee. Nee? Oeh, nou ja, goed. Dat moet op zich niet uitmaken voor het onderzoek. Wat gaan we doen? Ik wil jullie vragen om alvast met de stift op de voorkant een 1 te zetten, kleine 1 in de hoek, mag linksbovenin. En op de achterkant een kleine 2, mag rechtsbovenin. Als jullie dat gedaan hebben, dan gaan we weer naar de voorkant, naar 1, zeg maar. En dan wil ik een vraag aan jullie stellen. En daar mogen jullie via dit papiertje op antwoorden. Ja? Dus dit mag je opschrijven. Ik ga een vraag stellen. Als iemand nou vraagt, wie ben jij? Wat schrijf je dan als eerste op? Schrijf dat maar eens op. Dan ga ik ondertussen doorbabbelen, want ik ben heel slecht met stiltes. Daar word ik altijd zenuwachtig van, dus dan ga ik altijd een beetje raaskallen. Weet je wel, van sta je dan met je gymschoenen en je vale zwarte shirt. Niks aan te doen. Iemand nog een liedje? Nee? Oké. Nou, voor ja? Wat voor liedje? Nee, nee. Oh, oké. Nee, oké. Gelukkig maar. Heeft iedereen iets opgeschreven? Ja. Ja? Was het moeilijk zo om iets te vinden over jezelf? Nee? Maar mooi. Ja, het is wel zo. Nou kun je dat zelf wel bedenken over jezelf. Maar dit mag je op de achterkant opschrijven. Wat vinden anderen over jou, denk jij? Schrijf dat maar eens op. Dus wat denken anderen over jou? Ik mag zelf geen voorzetjes geven, is mij strikt verboden. Maar als ik dan denk aan mezelf, wat zou iemand anders denken? Middelbaar, morsig, maar wel oké. Ongevaarlijk verder. Dus dat komt wel aardig in de buurt. Maar dat terzijde. Heel slim dat je even een stukje graniet gebruikt als ondersteuning. Toch niet op broeken geschreven, hè? En t-shirts en zo, hè? Nee? Ja, jij wel. Oh, nou, dat zeggen we niet verder. Dus daar wassen we wel uit. Ja, toch? Dat is geen probleem. Joël heeft een wasmachine hier staan hiernaast. Dus dan gaan we straks allemaal naartoe. Dat komt wel in orde. Nee hoor. Ja, nou is het wel zo. Dan heb je dus een mening over jezelf. Nou denk je dat je ook weet wat een ander van jou vindt. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe jullie jezelf aan elkaar kunnen presenteren. En nou wordt het een beetje een technisch verhaal. Je zit per rij natuurlijk naar mij te kijken. Nou mag jij je omdraaien en mag jij je aan je buurvrouw voorstellen. En dat mogen jullie per rij doen. Snappen jullie dat? Dus de ene rij stelt zich voor aan de andere. Ja. Enzovoort helemaal naar achteren. En als je nou niemand hebt om mee te praten, dan komt Joël je even helpen. Maar dat komt wel goed. En dan mag je eventjes aan jezelf, aan je buurman of buurvrouw achter je of voor je uitleggen wie je bent. Stel jezelf even voor. En dan kun je ook even kijken of het een beetje klopt. Wat een ander misschien van je denkt.
Normaal betrekken we de ouders er nooit bij, maar als je nou denkt van nou, ik wil best eens uitleggen wie ik ben, of ik wil eigenlijk best wel eens vragen wie ik ben aan mijn buurman of buurvrouw, dan mag dat, hè? Dus dat is geen probleem. Hebben jullie dat een beetje aan elkaar kunnen uitleggen? Heeft iedereen een beetje kunnen vertellen wie hij of zij is? Ja, oh, je kent elkaar al. Oh, wat makkelijk. Dus dan was je zo klaar, of niet? Ja? Oh, die kennen elkaar ook al. Jeetje, meneetje. Dadelijk ga je vertellen dat er nog meer kinderen zijn die elkaar kennen. Nou ja. Heb ik nog een laatste testje voor jullie? En dan mogen jullie ook eens even bij jezelf nagaan. Of dat mag je ook overleggen, hoor. Dat is geen enkel probleem. Weet je nu met wie je gesproken hebt, inderdaad, wie die ander is? Weet je dat ook? Dat is belangrijk. Ja, weet iedereen van elkaar wie die is? Je hebt een vraag, zie ik. Oh, je wil gewoon een groene kaart opsteken. Oké, dat is prima. Ik wou zeggen. Groene kaart, rode kaart. Nou, volgens mij zijn jullie er wel aardig uit, heb ik zo het idee, toch? Ja. Nou, ik wil jullie hartelijk feliciteren, want jullie hebben zojuist meegedaan aan een onderzoek. Ja, jullie zijn real-life proefpersonen geweest. En professor Monique gaat dadelijk uitleggen wat dat nou betekent. En wat jullie hebben opgeschreven is voor haar heel belangrijk. Dat gaat ze dadelijk ook zo uitleggen. En die groene papiertjes, die mag je nog even bij je houden. En die mag je straks aan het einde van het college, mag je die inleveren. En dat doen we daar bij de deur, het zal zich wel wijzen. En dan mag je ook nog, als je wil, met de professor op de foto. Wauw, is dat wat, toch? Geen selfie, maar een Polaroid wordt het dan. Kent iemand dat? Ja? Heb jij een Polaroid? Oh, dat is wel heel leuk. Nou ja, dan denk ik dat zij dadelijk als eerste mag, volgens mij. Want ja, ze weet alles van Polaroids, dus die is zo klaar met jou, Monique. Dus dat zal wel goed komen. Maar, zoals gezegd, jongens en meisjes, een heus college over wie ben ik van niemand minder dan professor Monique. En geef haar een groot applaus. Monique! Goedemiddag, ik ben Monique. Maar ik ben niet alleen Monique, let maar eens op. Hallo allemaal, ik ben professor Monique en ik heb de hele ochtend zitten denken, hoe kan ik nou beginnen met zo'n hele aula vol kinderen? En eigenlijk kwam het eerst in mij op om dit te doen. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent, ik ben Monique en wie ben jij? Nou, dat is alvast het begin, ik dacht dat is niet zo gek. Maar wie ben ik en wie ben jij? Nou, daar hadden we het al over. En daar doe ik dus onderzoek naar op deze universiteit. En daarom vind ik het fantastisch, want ik heb nog nooit kinderen zo in zo'n grote groep voor mij gehad, om te horen van jullie wat je nou als eerste denkt als je nadenkt, wie ben ik? Want dat is nogal een vraag. Het is iets wat wel vaak gebeurt, wat we wel vaak even zeggen, maar wat zeg je dan eigenlijk? En wat komt er dan in je op? Nou, wie ben ik? Ik ben dus professor, maar dat is mijn functie. Dat is een deel van wie ik ben. Maar ik ben ook moeder van twee grote zoons, van jongens van 21 en 23. En tegen hun vrienden zeg ik dan weer, ik ben de moeder van die en die. Want zo gaat dat, heeft u waarschijnlijk ook gedaan. U komt nu met uw kind, dus ik ben moeder van die of moeder, vader van die. He? Zo eenvoudig is dat antwoord helemaal nog niet in één keer. Dus wie ben ik? Wie ben ik? Jullie hebben groene en rode kaartjes gekregen. Pak die maar eens in je hand. Heel goed. En dan mag je er één opsteken als je het antwoord op de vraag hebt. En ik ga zeggen wat voor wat staat.
Als je wel op een sport zit, dan doe je groen omhoog. Als je niet op een sport zit, rood. Ik ben wel heel blij dat jullie allemaal zo ontzettend sportief zijn. Echt. Wauw. En wat voor sport doe jij dan? Zeg het eens. Tennis. Tennis. En jij? Ballet. En jij? Hockey. Goeie sport. Jij? Judo. Kijk eens, wat een sporten allemaal. Dankjewel. Doe de kaartje maar naar beneden, anders krijg je zo'n mooie arm. Als jij die sport aan het doen bent, dan trek je ook misschien wel iets anders aan dan wat je nu aan hebt. Meestal haast wel, behalve als je gaat schaken of zo, dan kan het. Maar anders wordt het toch lastig. Nou, ik heb ook een soort kleding aangedaan om wat ik dan doe. Maar als je aan het sporten bent en ze vragen wie ben jij, dan krijg je heel vaak een antwoord als ik ben de rechtsachter. Of ik ben de keeper. He, dan, of ik ben tweede geworden vandaag met tennis. He, of ik ben ballet en ik kan al, nou, ik kan het niet, dus ik ga het niet laten zien, maar je kan allerlei mooie dingen al. Dan geef je een ander antwoord als ze dat vragen, dan als je hier zit en ze vragen wie ben je. En het volwassenen zeggen heel vaak, als die elkaar voorstellen, wat ze doen. Wat doe je dan voor werk? Als je elkaar tegenkomt op een verjaardag, is het altijd wat doe je dan? Dat is blijkbaar, maakt dat uit wie jij bent. Dus daar zitten allerlei ontwikkelingen in en dat verandert ook in de loop van de tijd. Je zult niet altijd hetzelfde zeggen als je nu opgeschreven hebt. Dus daarom alleen is het al leuk om te onthouden wat je nu net opschreef op die vraag, voor je eigen onderzoekje in leven, dat je denkt, wie ben ik? Dat gaat ook door het leven heen misschien wel veranderen. Ik ben niet geboren als professor. Ja, dat is misschien verrassend, maar ik ben ook gewoon geboren als een heel klein babytje en werd een meisje op een school en had toen nog geen idee wat ik wilde. Dus voor lieveling ga je keuzes maken in je leven. En dan pas ga je ontdekken wie je echt bent. In die keuzes die je maakt. Of je wel of niet op welke sport gaat en waarom. Of je in een groep wil sporten of alleen wil sporten. Of je gaat sporten omdat je iets heel goed kan. Of omdat je ouders vinden dat je het moet doen. Er zijn allerlei keuzes die je maakt iedere dag opnieuw. Met wie wil je spelen bijvoorbeeld vandaag? Wat ga je doen als je uit school komt? Naar de universiteit. Nou ja, die hadden we niet bedacht. Maar meestal ga je bij iemand spelen, of je gaat sporten, of je gaat koekjes bakken, of je gaat fietsen buiten. Ik noem maar even dingen, ik heb geen idee eigenlijk wat jullie doen. En ook dat wat je gaat doen verandert door het leven heen. En die keuzes, daar doe ik onderzoek naar. En dan vooral bij kinderen tussen 15 en 18, dus die zijn iets ouder. Op de middelbare school, dan heb je al in ieder geval gekozen naar welke school je gaat. Want dat gaat bij jullie eraan komen. Naar welke school wil je na deze school? Dat is ook al zo'n klus. Ik zie ouders al vermoeid kijken, want het is ingewikkeld. En er is ook zoveel keus vandaag de dag. En dat maakt het zo interessant om erover na te denken hoe je keuzes maakt. Want dat bepaalt ook een beetje wie je bent. De keuze die je maakt voor je opleiding. De keuze die je maakt voor je school. De keuze die je maakt met wie je op wil schieten. En ook wat je later wil worden. Wat je vrienden zijn. Hoe weet je nou of je keuzes maakt voor het goede? Keuzes voor het goede. Kun je weten of die keuze goed was? Toen ik koos voor mijn middelbare school en dat ik wilde gaan studeren, had ik nog geen idee dat ik ooit professor zou zijn. En zeker niet dat ik zo'n prachtige dag als vandaag mocht meemaken om voor jullie hier te staan. Dat is natuurlijk een feestje, dat bedenk je niet van tevoren. Maar soms maak je een keuze en doe je het ook wel eens fout. Dan zit je op een sport die je gewoon helemaal niet leuk vindt. He, dat kan. Ja, dan moet je dat ook eigenlijk nog even proberen. Maar als het echt niet gaat, moet je niet blijven doen je hele leven. Maar soms maak je een keuze voor een school en blijkt dat helemaal niet zo leuk te zijn. Of nog lastiger, een keuze voor een vriend of vriendinnetje die je eigenlijk achteraf toch niet zo heel erg leuk vindt. En dan denk je echt, ja, was dit nou de keuze voor het goede? En mag je dan ook toegeven dat het misschien een foute keuze was? En dat je daar dan op terugkomt en dat je weer een andere keuze maakt? Daarin ontwikkel je jezelf. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld om nu over na te denken. Maar voor lieveling zul je zien dat je steeds andere keuzes maakt. En daardoor ook weer ja, tot een nieuw iets meer over jezelf te weten komt. Dat noemen we nou met een heel duur woord je identiteit. Al die keuzes samen bepalen eigenlijk jouw identiteit. Wie ben je nu echt? Dus ik ben heel benieuwd wat jullie op de kaart hebben staan. Meestal heeft het te maken met een naam. Wie ben jij? En dat is toch vaak je naam. Nou, ik ben Monique. Maar je bent ook meer dan dat. En wat is nou het belangrijkste wat uitmaakt wie jij echt bent? Dat je zegt, nou dit ben ik nou echt. Dat is iets, ja, hoe kan je dat nou precies besluiten? Nou, dat brengt ons bij een tweede vraag voor vandaag. Namelijk, wat ben ik? Dat is ook een heel leuk spel met zo'n ding op je hoofd en zo. Gaan we het doen als we hier klaar zijn? Nu nog even niet. Misschien de groene en de rode kaarten maar weer even pakken. En dan pak je een groene kaart, even een bruggetje hoor, dus niet schrikken. Als je wel een huisdier hebt en rood als je geen huisdier hebt.
Dat is verdeelder dan sport. Er wordt meer gesport dan gehuisdierd, zeg maar. Dus even kijken, wat heb jij voor een huisdier? Je hebt geen huisdier. Vind je het jammer? Ja? Oh ja, als je kat net overleden is, dat is dan wel, daar ga ik het straks wel over hebben. Dus ik vind het wel heel vervelend voor jou dat jouw kat overleden is. Dan is het extra erg om nee te moeten zeggen nu, hè? Denk ik. Ja. Oh ja. Oh ja, maar dat is wel heel oud voor een kat ook, hè? Ja, maar dat klinkt niet zo. Nou, dat is heel vervelend. Ja, heb jij ook een huisdier? Ja? Een hond. En hoe heet die? Oef, kijk, dat is alvast goed. En jij? Eén kat, twee konijnen en drie vissen. En hebben de vissen ook een naam? Ja, Nick, Simon en Orange. Nick en Simon en? Orange. Orange, ja. Ik zou dan Gordon denken of zo, maar Nick en Simon en Orange. Oké, okay. Die is ook een beetje oranje, of niet? Ja. Ja, dat is dan wel weer handig, anders wordt het ingewikkeld, hè? Nog eentje, even kijken aan deze kant. Heb jij een huisdier? Ja. Ja, een hele aquarium vol vissen. Oh, een heel aquarium vol zelfs. En hebben die ook allemaal namen gegeven? Nee, dat is dan ingewikkeld, hè? Ja, precies. Nou, doe de kaartjes maar weer weg. Bedankt dat je dat wilde zeggen. Waarom ik erop kom in het kader van wie ben ik en wat ben ik, is ook, wat hebben we gemeen met een huisdier? Eigenlijk hebben we ook allemaal een lichaam, net als al die kleine visjes in jouw aquarium. Maar ook als een hond of als wat voor huisdier je dan ook hebt. Dat is eigenlijk wel hetzelfde. Misschien zijn wij ook allemaal wel huisdieren, hè? Het is ook maar een afspraak dat we hun huisdieren noemen en wij onszelf mensen. Maar ja, dat is ook maar wat we ooit bedacht hebben. Maar in ieder geval hebben we allemaal een lichaam. Daar kunnen we wel iets mee. En dat weet je, dat moet eten en drinken. Sommige mensen zijn er alweer aan toe. Sommigen zijn ondertussen nu aan het eten, want dat was blijkbaar heel erg nodig. Dat kan ook. Sommigen willen heel graag nu iets drinken. En waarom duurt het zo lang? Maar een lichaam, dat moet je verzorgen. En een lichaam moet ook bewegen. Daarom is dat sporten wel handig. Hè? Dat het lichaam in goede conditie blijft. En een hond moet meer bewegen dan een cavia, denk ik. Cavia's kunnen heel druk zijn, maar onze cavia's die waren niet zo actief. Meestal op het moment dat je niet meer wilde dat ze actief waren, als iedereen wilde slapen en zo. Maar dat is allemaal nog een beetje de buitenkant. Wie ben ik? Dat kun je zien. Hoe zie je eruit? En we zijn allemaal verschillend, dat zie je ook. Jullie zijn allemaal prachtig, zoals jullie zijn, maar allemaal wel heel verschillend. Maar voor een deel lijken we dus op die huisdieren. Vooral als je straks onder je dekentje naar de tv ligt te kijken. Dan lijk je ontzettend veel op bepaalde huisdieren. Maar laten we eens kijken of we ook verschillen kunnen vinden. En dan komen we in wetenschappelijke taal al gauw uit bij het verstand. Wat anders is bij mensen, is dat ze kunnen nadenken. En dat kunnen huisdieren niet. Is niet helemaal waar natuurlijk. Hè? Je hebt hele slimme honden en katten die allerlei dingen kunnen. We hebben hulphonden die zelfs kunnen denken voor hun baasje of ze wel of niet mogen oversteken. Maar grosso modo, in het algemeen zeggen we dan heel geleerd, is wel het verschil dat mensen kunnen nadenken, dat die verstand hebben en dieren niet. In ieder geval hebben ze ook een grote hersenpan, want daar gebeurt het allemaal in, onder het hoofd van je. In die hersenen ben je aan nadenken. Dat is een groot verschil met huisdieren. Daarnaast hebben mensen ook gevoel. Ja, daar ben je misschien niet altijd van bewust, of misschien juist al heel erg, dat kan ik niet helemaal inschatten. Bijvoorbeeld kun je voelen of je het warm of koud hebt. Heb je het hier warm? Ja. Beetje, ja. Ik heb het ontzettend warm, maar dat heb ik de hele dag omdat ik zo zenuwachtig was voor vanmiddag. Maar soms heb je het juist weer heel koud. De laatste dagen met die regen was het ook wel weer heel koud. Dus warm-koud, dat kun je voelen, zeg maar. Dat kunnen dieren ook nog wel een beetje voelen. Hè? Vogels kunnen reageren op als ze het warm hebben. Dan gaan ze met hun bekje meer open zitten en zo. Maar we hebben nog meer dingen die je kunt voelen, namelijk ook of je verdrietig bent. Of dat je blij bent. Of dat je boos bent. Dat zijn typische gevoelens, die horen nou echt bij een mens. Dat maakt uit dat jij mens bent en geen huisdier, geen dier. En hoe je dan echt voelt, of het echt goed met je gaat, dat vragen ook mensen wel eens aan je, gaat het goed met je? Dan kan het zijn of je lichamelijk of het goed gaat, of je fysiek oké bent. Maar het kan ook zijn dat je afvraagt of je psychisch gezond bent. Je hebt misschien allemaal wel eens van het woord psycholoog gehoord, of is dat nog te ingewikkeld? Ja, hè? Ja, goed van jou, dacht ik al. Je slimmerik, hè? Een psycholoog, daar ga je naartoe als je niet iets aan je been hebt of aan je arm, maar als je je innerlijk niet zo best voelt. Als je bijvoorbeeld altijd niet vrolijk bent. Altijd niet vrolijk zijn is niet fijn. En is het heel fijn dat je met iemand kunt praten. Dan ga je naar een psycholoog die gaat kijken naar jouw psyche. Dat gaat over jouw geest, over jouw innerlijk. Maar het zit al te wijzen, want we weten eigenlijk helemaal niet waar dat zit. Verstand, daar zijn we wel uit, dat gebeurt hier, dat denken. En in die hersenen kunnen we allerlei mooi onderzoek naar doen. En een deel weten we daar al van, maar een deel ook nog helemaal niet. Dus dat is nog super ingewikkeld hoe dat nou zit. Maar dan wat je kunt voelen. Nou, een deel kan je met je handen voelen en je huid.
Maar een deel kun je ook innerlijk voelen. En waar zit dat? Sommigen denken, dat doe je met je hart. Voelen doe je met je hart. En als je verdrietig bent of als je vriendje of vriendinnetje zegt dat hij niet meer jouw vriendje of vriendinnetje wil zijn, dan kan je dat met je hart soms wel voelen. Dan is het psychisch een beetje in verdriet. We gaan aan de afloop vragen doen, ja? Sorry. En sommige mensen noemen dat ook, dat je uniek aan de mens hebt, dat je een ziel hebt. Een ziel, en dan zeggen ze dat het hier ergens in jou woont. Nou, dat is echt mega vaag. Laten we nou maar eerlijk zijn. Een ziel, dat is iets dat je kan helpen met keuzes maken, zeggen mensen dan. Dan weet je wat je wel en niet wil. Dan kun je dat ergens, dat kan je richting geven, zeg maar. Maar het is ontzettend ingewikkeld waar het zit. En het zou ook nog je identiteit moeten bepalen. Dus hoe kan je nou ooit weten wie je dan echt bent, als je het niet kan vinden ergens? Nou, dat is nog ingewikkeld. En daarom ga ik maar naar een derde vraag, om het nog net iets ingewikkelder te maken. Ik heb een heel klein filmpje om dat te introduceren. En dan wordt de grote spanning, als iedereen toekijkt, gaat het filmpje dan precies doen wat ik wil op het juiste moment. Alleen het geluid doet het nog niet. Ja, ook. Waarom zijn we hier? De aarde, ze is zo groot. Een kleine stip in het universum, met duizenden sterren. En daar ergens tussenin, ik. Een mens in een grote hoop. Eén van de velen. Ooit komen we ter wereld en groeien we op. Het zit in ons. Het gaat bijna vanzelf. Voor je het weet, worden we verliefd. Ligt ons levensdoel in die ander. Maar ook dat gaat voorbij, al proberen we het leven te koesteren. Wat betekent het om te leven? Hier op aarde te zijn. Misschien is het wel creatief zijn, expressie van wat binnenin zit. Het mysterieuze te zien, te voelen, te begrijpen. De cirkel van het leven. Er is meer, ik voel het, ik weet het. Mijn zoektocht geeft zin, tijd om te ontdekken. Waarom? Ja, waarom ben ik hier? Waarom ben ik op aarde? Waarom ben ik hier als mens? Waarom, waarom? Ouders worden soms gek van die waarom-vragen. We weten de antwoorden niet allemaal. En toch is het mooi dat je het stelt. Waarom? Waarom ben ik hier? Al die vragen. Waar ga ik naartoe als ik doodga? Ja, dat is heel ingewikkeld. Want het lichaam, ja, dat eerste stukje, dat kennen we al een beetje. Dat gaat echt wel dood. Maar wat gebeurt er dan met dat verstand? Kan je dan ook niet meer denken? En met je geest en je ziel, blijft die dan ergens of niet? Dat weten we eigenlijk echt niet. Want dat doe je maar één keer. Je kan het niet een keer doen en dan later komen vertellen hoe het is. Dat weet je echt niet. Dus we weten het niet. Waarom? Het is soms een kwestie van geloven. Ik geloof van wel of ik geloof van niet. Ik weet niet of dat voor jullie te ingewikkelde term is. Maar als je nog één keer die kaarten wil pakken, die groene en die rode. En dan moet je over een moeilijke vraag nadenken, maar doe maar gewoon, wat is het? Je kan geen fout antwoord geven, want niemand weet het goede antwoord. Dus dat is alvast makkelijk. Het is altijd goed. Geloof je dat er iets is na het leven? Ja, dan is het groen. Nee, dan is het rood. Ik vind het fantastisch dat jullie een antwoord weten voor jezelf. Ik vind dat heel ontroerend. Ik zou dit nu allemaal willen tellen en ik wil van jullie horen waarom en wat denk je dan? Dank jullie wel dat jullie daarover nadenken ook. Het is dus niet goed of fout. Ik kan jullie ook niet vandaag vertellen of het klopt of niet. Het is letterlijk een kwestie van geloven. En dat noemen we nou met een heel mooi woord je levensbeschouwing. Levensbeschouwing. Je kaartje mag weg hoor, dank je wel. Hoe kijk je tegen het leven aan? Letterlijk, hoe beschouw je het leven? Dat is een heel chic woord voor kijken, beschouwen. Hoe beschouw je het leven? Wat is levensbeschouwing? Hoe kijk je daarnaar tegenaan? En welke keuzes maak je dan op basis van die levensbeschouwing? Ja, als jij denkt, ja, na het leven houdt op, dan moet in dit leven wel alles gebeuren, anders heeft het geen zin. Maar als je denkt, ach ja, in een goed computerspel heb je 9 levens minstens, of 12 of zo. Dan kan je daarna gewoon nog een keer opnieuw beginnen en dan weet je wel welke bocht je moet lopen en dan gaat het goed. Maar dat is in dit leven wat lastiger. Dus je maakt één keer een keuze en dat is dan ongeveer wel wat het is. Dus het is best ingewikkeld hoe je daarmee omgaat, hoe je daar tegenaan kijkt.
En hoe ga je dan om met je keuzes voor wat je wil eten? Of wat je aantrekt? We willen heel graag dat we nog heel lang op deze aarde kunnen leven. En ik denk dat jullie daar nog veel meer mee bezig zijn dan mensen van de generatie van je ouders. En zeker van de opa's en oma's, en mijn generatie. Dat je nadenkt, ja, maar als we dat heel lang willen, dan moeten we heel voorzichtig omgaan met al die dieren op aarde en met het milieu. Dan moeten we nadenken of je plastic om dingen doet of niet. Al dat soort grote mensenvragen, die jullie vast alles vaker horen, die komen heel regelmatig voorbij. Maar hoe kun je dan kiezen wat je daarin moet doen? Wat is dan goed? Want daarin weten we ook het antwoord vaak niet. Eigenlijk heb je dan een soort kompas nodig, een innerlijk kompas. Dat zou superhandig zijn. Dat je gewoon op een knop kon drukken en zeggen, nou, dat is het goede antwoord. Maar nu hebben we rood en groen door elkaar en eigenlijk weten we niet wat goed is en wat niet. En daarin zou je zelf steeds keuzes moeten maken in het leven. Nou, dat is een hele ingewikkelde. En dat hebben jullie vast alles meegemaakt. En dan kom ik bij nog een mooie term, namelijk je geweten. Of je intuïtie. Ook al zo'n mooi woord. Er zijn dingen dat je denkt, moet ik dat doen of niet? En dan kan je het een soort voelen. Mensen noemen dat wel onderbuikgevoel. Dat zit hier ongeveer, helemaal onder je buik. En dan denk ik, oh ja, dat is goed of niet. Dat voelt oké. Dat is een heel gek, vaag begrip. Net zo vaag als dat van ziel van daarnet. Ja, ik weet het niet, maar ik heb toch het idee dat ik het moet doen. En soms heb je iets gedaan wat niet zo oké was. Dan heb je bijvoorbeeld vreselijk zitten spelen samen en hebben de juf of de meester boos gemaakt. Of je bent tegen een vriendje of vriendinnetje heel boos geworden. Of je hebt iets niet gedaan wat je wel had willen doen. Of je hebt iets wel gedaan wat je niet had willen doen. En heb je dan spijt van. Nou, spijt is ook zo'n soort gevoel. Dat gevoel zit ook in diezelfde onderbuik. Dat is een stemmetje in je dat zegt, had je niet moeten doen. Dus niet zo'n goed idee geweest. Had je beter anders kunnen doen. Kennen jullie dat stemmetje wel, denk ik, hè? Ja, ja. Nou, dat stemmetje is je gewetenstemmetje. Als je daar nou een beetje vriendjes mee blijft, dan kan die helpen als je dat 3 keer hebt gedaan, dat je niet deed wat wel de bedoeling was. Dan kan je natuurlijk de 4e keer denken, slim als mensen zijn, dat ga ik anders doen. Nou, maak ik een keuze waar ik me wel fijn bij ga voelen. Dus ga het niet nog een keer doen. Dan word ik wie ik namelijk wil zijn. Dat is namelijk het allerbelangrijkste wat ik denk dat wij moeten doen. Ik maak maar even 1 stapje ertussen. Want het woord levensbeschouwing is voor jullie misschien wel een vrij nieuw woord. Voor jullie ouders denk ik niet. En die worden dan misschien soms wel een beetje onrustig. Want het is een spannende tijd tegenwoordig met levensbeschouwing. En dan doe ik er nog even 2 woorden bij. Dan houden we op met de moeilijke woorden. Dan mogen jullie aan jullie vragen toekomen. Namelijk, er zijn allerlei tradities. Er zijn allerlei mensen die alles langer na hebben gedacht over al die keuzes die je maakt. Al eeuwenlang leven er mensen namelijk hier op aarde. Dat weten we wel zeker. En we weten ook dat die mensen altijd keuzes hebben moeten maken voor wat ze eten, wat ze aandoen en wie of wel of niet mag leven, enzovoort, enzovoort. Nou, er zijn ontzettend veel boeken over geschreven. Er is een Bijbel geschreven of een Koran geschreven, er is een filosofieboek geschreven, een boek van wijsheid, een mystagogisch boek. Er zijn allerlei bijzondere boeken waarin wijsheid staat over mensen die eerder leefden en die wel een idee hadden over hoe je dat zou moeten doen. Dus het kan heel behulpzaam zijn, heel handig zijn, dat je het in een boek kan opzoeken. Hè? Of op je computer op kan zoeken, via internet kan je ze allemaal vinden, gelukkig tegenwoordig. En dan kan je gewoon antwoorden vinden. Dan nog zul je ergens moeten kiezen wat voor jou dan het goede antwoord is. Want dat kan niemand jou zeggen. Elke traditie heeft zo zijn eigen idee over wat echt van waarde is. Daarom heb ik het woord waarde erbij gezet. Daarop kun jij besluiten wat je echt belangrijk vindt. Wat je echt van waarde vindt, zit daar. Er kunnen nog zoveel tradities iets zeggen. Die zeggen ook niet vaak allemaal hetzelfde. Sterker nog, die spreken elkaar wel eens tegen. En dan moet jij kiezen wat voor jou nou het belangrijkste is. Nou, wat ik als professor nou wil, is kijken hoe jonge mensen dat doen. En vooral ook hun helpen dat zo goed mogelijk voor zichzelf te doen. Want ik kan die keus niet voor jullie maken. Ik kan niet aan jou zeggen, zo moet je leven en zo niet. Dat zou ook echt een rare wereld worden. Want dan zou ik dat jullie nu allemaal moeten vertellen. En dat wordt heel gek, dan krijg ik ruzie met jullie ouders, want die denken misschien iets anders om te beginnen. Maar later word je groot zelf en maak je ook een keus wie je bent. Nu heb je misschien wel een idee. Hè? Wat je nu aan hebt vind je denk ik wel leuk. Ik vind dat jullie er erg leuk uitzien in ieder geval. Dus daar heb je goed over nagedacht, dit past bij jou. Het zal een beetje passen bij wat je ouders ook leuk vinden nog. En wat ze kunnen betalen en zo. Want er is tegenwoordig ook nogal een dingetje bij de diverse merkkleding. Maar al dat soort keuzes en wat je eet, of je vlees eet of niet. Het zijn allemaal dingen waar je over nadenkt. Maar voor lieveling word je groter. En op de middelbare school ga je nog meer zelf keuzes maken. Want dan zijn ouders ook niet meer op school. Dan word je daaraan overgelaten en moet jij keuzes maken. Dan moet je een profielwerkstuk kiezen. Nou, dan moet je kiezen wat je wil worden en daarop je keuzes maken voor je vak. Toen ik zo oud was, 18, 17,
Toen heb ik een test gedaan om dat in te vullen. Ik denk, hoe kan ik het nou weten? Iemand moet mij helpen wat ik moet kiezen, want ik weet het niet. Ik wist nog niet dat ik professor ging worden. Dat ben ik ook nog niet zo lang. Dus dat kon ik niet weten. Wat ga je dan doen? Dus ik heb een test gedaan. Dat is ook heel leuk. Allemaal vragen beantwoorden. En er kwam uit dat ik burgemeester moest worden. Ja, superleuk natuurlijk. Maar dat was natuurlijk ook geen burgemeesterschool. Dus dat schoot ook niet op. Wat ga je dan doen? Wat moet je dan kiezen? Nou, dat doen jullie vast al een beetje zeker als je in groep 7 of 8 zit. Dan ga je kijken bij die scholen. Kijken waar het fijn voelt. Ook weer zo'n onderbuikdingetje. Dat je denkt, oh ja, hier voelt het goed, hier vind ik het fijn. Of ja, ja daar gaat iemand heen waar ik me ook prettig bij voel. Of die docent, die leraar, die lerares spreekt me aan. Dat vind ik ook prettig. Dat zijn dingen waar je voor gaat. En dat voel je ergens. Dat innerlijk voelen, dat is zo mooi als je dat meer leert kennen van jezelf. Dan maak je keuzes die daarop gebaseerd zijn. Ik heb het idee dat ik ondertussen even iets anders moet laten zien. Ja. En dat wil ik graag van jonge mensen weten hoe ze dat doen en hen helpen hoe ze die waarden kunnen leren. Dat je ook bij jezelf leert, hé, die keus bevalt mij goed en die niet. Dus als je burgemeester wil worden, dat is ingewikkeld. Ik kon heel goed rekenen, dus toen zeiden ze, oh, dan moet je daar iets mee doen. Dat is hartstikke goed als je dat goed kan, want dan kan je geld mee verdienen. Maar ik wilde niet veel geld verdienen, ik wilde iets met mensen doen. Dus toen ben ik gaan kijken in al die scholen waar iets leuks was. Waar ik denk, ja, daar voel ik dat mensen zijn die ook iets leuks met mensen willen. Nou, heel raar, lang verhaal. Kunnen jullie later allemaal nog wel eens teruglezen. Toen ben ik uiteindelijk besloten te gaan studeren. En ja, ik had nooit gedacht dat ik hier als professor stond. Maar wat ik het allermooiste vind, is die jonge mensen te helpen in keuzes te maken die de wereld een stukje mooier maken. En dat plaatje zien jullie hier wel. Hoe je goede keuzes maakt. Keuzes maakt waardoor je zelf stevig geworteld bent. Dat je weet waar je voor staat. En niet als iemand iets anders zegt, je dat weer vindt. Want als je dat steeds blijft doen, weet je helemaal niet meer wie je zelf bent. Dus ergens een keus maken dat je denkt, ja, dit ben ik. En hier ga ik voor. En hier voel ik me goed bij. Dit vind ik leuk. Hier staan en jullie dit vertellen. Dat is een feestje om te mogen doen, mag ik je dat zeggen. Dat is echt fantastisch. Dus ik heb alvast goed gekozen. En wat ik nou hoop is dat jonge mensen ook goed gaan kiezen. En ik leid docenten op. Dus die hier studeren, die zijn zo 20, 21, die worden docent levensbeschouwing op die middelbare scholen. Daar leg ik aan uit hoe je jonge mensen kan stimuleren om te worden wie in hen is, zeg ik dan. Dus wie jij nu denkt dat je bent, dat ten diepste ben je natuurlijk ook. En dat is prachtig en dat je dat de wereld in mag brengen, want daar wordt die wereld mooier van. Dan werken we allemaal aan dat rollen, dat duwen van het groene en het goede in de wereld. Ik doe dus onderzoek zoals net bij jullie, maar dan iets groter met meer vragen onder middelbare scholieren. 2300 hebben er meegedaan. Ze zijn een paar van dit soort zalen vol, zeg maar. En daar komt dan uit dat ze vrij en onafhankelijk willen zijn. Dat wil je ook als je nog op school zit en van alles moet, want dat vind je helemaal niet leuk. En huiswerk maken is helemaal belachelijk. Dus dat is nummer 1. Dat zou je heel graag nooit meer willen hoeven, toch? Maar als je dat wel allemaal hebt gedaan, dan wil je ook wel graag dat iedereen een beetje aardig is voor elkaar. Want eigenlijk is dat veel leuker dan een beetje ruzie maken. En we hebben deze week in de wereld, en zeker heel dichtbij in Nederland, gezien hoe erg het is als mensen ruzie maken met elkaar. En dat zelfs zo erg doen dat er mensen dood van gaan. Dat wil niemand eigenlijk echt. En als je dat nou voelt, hè, dat je dat niet wil, dan wil je eigenlijk de wereld ook een klein stukje mooier maken. En ik wens ons en vooral jullie allemaal toe dat je mensen wordt die wereld een stukje mooier maken. En daar mag ik dan iets aan bijdragen door docenten die jullie straks weer begeleiden in te helpen om hen te leren hoe je keuzes maakt, waar jouw identiteit zit, waar jouw kompas zit, waar, op basis waarvan je die keuzes kunt maken. En ook dat je dan iets bijdraagt aan die wereld wat mooier maakt. Want als jij doet wat jij ten diepste bent, dan ben je helemaal goed zoals je bent. En volgens mij wordt de wereld dan heel mooi. En ik ben ontzettend blij dat ik een stukje van die wereld van de toekomst hier al heb gezien, dat jullie er zijn. Ik wens jullie er alle goeds bij. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel. We hebben nu een kwartiertje de tijd voor vragen. Dus mocht je vragen hebben, steek je hand op. Dan beginnen we in deze rij en dan gaan we zo de rijen af. Ja, stel je vraag maar. Wie denk jij dat jij bent? Wow, ja. Dat is prachtig. Jammer dat ik niet even moet wachten tot de microfoon er is. Ik kan meteen antwoorden als ik hardop denk. Wie denk ik dat ik ben? Ik denk zelf dat ik iemand ben die erop uit is om anderen meer te leren wie ze zelf zijn. En dat ik daar dan weer gelukkig van word. Dus dat ik eigenlijk zoek naar wie de ander is en daardoor mezelf ken. Een soort spiegel steeds heen en weer. Denk ik. Wat een spannende vraag. Dankjewel. Hoeveel kinderen kunnen er in zo'n zaal? In deze zaal? Nou, volgens mij wel 600. Ja? Ik kijk even zoiets, ja.
En het zit bijna vol, dus ik vind dat wel heel bijzonder. Dat maken we niet vaak mee, maar het is veel, hè? Ja. Wat doe je graag? Wat zeg je? Wat doe ik vaak? Graag. Wat doe ik graag? Nou, als ik heel eerlijk ben, vind ik het heerlijk om lekker buiten te lopen. En te zien wat er voor moois allemaal is. Lekker langs het strand. Ik woon in Den Haag, dat hoor je misschien wel. Dus ik lekker langs het strand lopen vind ik heerlijk. En ook wel eens lekker op de bank zitten en dan een klein filmpje kijken. Eigenlijk wel, op Netflix. Mag dat ook wel? Ja, ik mag alleen maar zeggen wat ik echt wil. Hè. Ik hoef niet netjes te doen. Nee, dat vind ik ook wel erg leuk. Maar een van de leukste dingen is dit soort uitdagingen aangaan. Want dan ben ik heel erg zenuwachtig van tevoren. En denk, waarom heb ik nou gezegd dat ik dat ging doen? En dan zie ik jou en denk, jeetje, wat gaaf. Anders had ik jou nooit leren kennen. Dat vind ik fijn. Dus dat doe ik ook heel graag. Dankjewel. En hier ook weer helemaal een vraag. Waarom doe je dit? Ja. Echt, hè? Ik snap het ook niet. Nou, ten eerste omdat ik zo'n fantastische jurk aan heb. Ik had al een leuke jurk aan, maar die zie je helemaal niet eens, maar deze is nog veel mooier. Dus dat vind ik wel heel fijn, hè? Dat je er mooie kleding bij aan mag. En dat ik ook kan laten zien dat je dit kunt worden als je een gewoon mens bent en als je een vrouw bent. Want er zijn nog maar heel weinig vrouwen die dit doen. En daar ben ik ook zo trots op, dus dat is ook een beetje een ding. Ja. Wat denkt u dat andere mensen van u denken? Als ik daar lang over nadenk, dan ga ik daar in een hoekje zitten en dan durf ik niet meer te komen. Maar ik vind het wel een hele mooie vraag. Dus ik denk dat sommige mensen denken, nou, die praat wel heel erg makkelijk. Zo makkelijk is het helemaal niet. En dat sommige mensen, nou, dat doet ze dan toch wel aardig. Maar ik denk wel dat ik een heel lief mens ben. Dat denken anderen wel van mij. Ja. Nou ja, of dat zo is, dat durf ik zelf niet zo te zeggen. Ja. Ja? Oh, nou, één iemand die dit ook denkt, dan is het alweer helemaal feest natuurlijk. Heb ik hier nog een vraag? Ja? Denk je dat jij het mee kan maken dat de aarde weer schoon is? Wauw, dat zou echt zo gaaf zijn als ik daar ja op zou zeggen. Als ik heel oud word, zou dat kunnen. Maar dan moet ik wel over de 100 worden. En ik ben al over de helft wat dat betreft, zou ik maar zeggen. Dus het wordt wel spannend. Ik denk wel, als ik jullie zie, dat er hoop voor is. Want jullie snappen echt dat groene tapijtje er moet komen, volgens mij. Anders had je die vraag niet eens gesteld. Dus ik hoop van harte dat ik... Al is die maar weer een heel stuk schoner. Want gisteren dat bootje met zo iemand die midden in dat plastic zat, daar werd ik toch wel erg verdrietig van. Dus ik hoop het wel. Maar dan moeten we wel heel hard aan de slag. En nu meteen. Dus niemand is met de auto, hoop ik dan vandaag. Bijvoorbeeld. Echt waar? Oh, jeetje. Ja. Nou ja, dan begint het al. Hey, doe je best, hè? Doe je best erin ook. Ja? We hebben jou nodig ook. Hoe reageerde je dat je hoorde dat je professor kon worden? Nou, dat was echt... Dat vind ik een prachtige vraag. Daar moest ik zo om huilen. Want daar was ik zo ontzettend blij van. Ik werk hier al 23 jaar nu. En 20 jaar geleden kwam er een functie vrij, omdat ze speciaal vonden dat er meer vrouwen professor moesten worden, laat ik maar eerlijk zijn. Toen dacht ik, ja, dit is mijn kans. Want nu, en ik wist niet dat ik het zo leuk zou vinden. Toen heb ik gesolliciteerd, hè, zoals het hoort, als je een baan hebt dan die graag wilt, dan schrijf je dan een brief naar. En toen kreeg ik die baan, toen heb ik echt zitten huilen dat ik zo blij was. Toen kwamen allemaal vriendinnen met bloemen en zo om het te vieren. En vooral ook dat je dan zoveel meer kunt doen en zoveel meer mensen kunt bereiken. Dat is zo prachtig. En dan hoop ik daarin ook een beetje aan die mooiere wereld bij te kunnen dragen. En dat kan veel beter, want als je professor bent, dan vinden mensen je ineens belangrijker. Ja, dat vind ik natuurlijk superleuk. Maar daar kan ik ook nog meer mee vertellen wat ik wil. En daar de anderen mee hopen te inspireren. Ja? En dan hebben we hier weer een vraag van Ties. Ja. Als je geen professor kon worden, wat zou je dan willen worden? Ja, ik denk dat ik dan toch docent zou zijn gebleven. Want dan ben je leraar, hè, de meester of juf, zeg maar, voor kinderen die anderen daar weer in verder helpen. Want ik denk dat je met elkaar het zo kan doen, dat het zo belangrijk is dat er mensen zijn die een ander stimuleren om, ja, om het allemaal
het goede uit jezelf te halen, zeg maar. En dat is soms dat je weet dat je ontzettend goed in muziek bent en dat je daar iets graag mee wil. Of dat je heel creatief bent, wat in het filmpje ook gezegd werd. Het is natuurlijk prachtig als je mensen kunt stimuleren van dat is jouw talent. Dat is ook weer, dat woord kennen jullie denk ik wel. Talentklassen zijn al helemaal in. Maar dat het niet uitvergroot wordt, maar dat je gewoon zegt, daar ben ik zo goed in. Daar wil ik iets mee doen in mijn leven. Want het is niet voor niks dat je daar goed in bent. Daar zou ik mensen dan altijd in willen stimuleren. Ook als ik niet professor was, denk ik. Ja. Heb ik hier nog een vraag? Hoe lang bent u al professor? Weet iemand dus? Ik zei het net een beetje, hè? Jij? Ja, 23 jaar docent en professor nu? 3 jaar, hè? 2 jaar eigenlijk, maar ja. Dat is nog niet zo lang, maar ik ben wel al grijs. Dat is een beetje jammer, maar dat was ik al toen ik het werd. Heb je zelf ook nog huisdieren? Ja, ah. Ik heb ze wel gehad. En eigenlijk, mijn kinderen hadden ze, 2 cavia's. Die heetten Mickey en Ricky. En dat was echt zo lief. Die waren zo schattig. Gingen ook van die gekke geluidjes maken als je binnenkwam. Of als je bij de koelkast was, weet je wel. Maar die zijn allebei wel dood gegaan. Dat is het lastige aan huisdieren. Dat, ja, gelukkig worden mensen meestal ouder. Laten we maar eerlijk zijn. Is wel heel fijn. Ook dat is niet altijd waar. Maar ja, had je ook cavia's? Die vind ik ook zo leuk. En zo lekker kroelen zo met ze. Maar ja, toen we op vakantie gingen, ging er steeds eentje dood. Dus ik denk dat ze het toch heel lastig vonden dat wij weggingen. En toen hadden de buren ze netjes in onze tuin begraven. Dat was wel lief. Ja. En dan hebben we hier een vraag van Mees. Waarom draag je zo'n pak aan? Ja, ik begrijp het ook niet. Het is ook nog super warm. Dus ik kan hem niet meer afdoen, want het ziet er dan niet meer uit, zeg maar. Dat haar, dat gaat niet meer. Maar dat is het pak wat de professoren aan mogen. Daarmee stap je in een functie. Het is wel een mooie vraag. Ik weet niet of je het zo diep antwoord bedoelt. Daarmee word je ook een beetje een stukje van de universiteit. En laat je ook zien hoe we dat doen. Wat voor antwoorden je dan geeft. Daar moet je dus altijd bewust zijn als je dit aan hebt, dat je dan ook staat voor de universiteit en probeert dat naar buiten te brengen. En niet maar zelf als Monique. Want als Monique kan ik natuurlijk zeggen, ja, nou, sommige films vind ik echt heel stom. Maar als professor denk je erover na en dan moet je daar een ander antwoord op geven. Dus je bent echt in functie. Net als dat je als je arts bent, dan moet je een patiënt het beste wensen. Terwijl als je arts thuis komt en je hebt ruzie met je man, dan vindt niemand dat gek dat je dan af en toe even boos bent. Maar dat kan je tegen de patiënt niet doen, want dan ben je in functie. Dat doe je dan niet. Dus ik ben nu in functie met deze kleding aan. En dat is de functie. En de kleding hoort bij een professor. Dan ben je in functie. Dan moet je ook gedragen als een professor dat doet. Maar er is niet echt een boekje voor hoe dat is. Dus ik moet het nog een beetje uitvinden. Ik hoop dat ik het een beetje goed doe. Misschien moet je dat uitvinden. Ja, dat is een goed idee. Dan kan ik gewoon even wat uitvinden. Dat is natuurlijk veel interessanter. Ja, dan heb ik nog huiswerk te doen. Ja. Hebben we hier nog een vraag? Ja. Wat is je allergrootste wens voor in de toekomst? Oh. Dat jij gelukkig wordt. En jij, en jij, en jij. Volgens mij wordt daar de hele wereld beter van. Als iedereen een stukje gelukkiger wordt. En dat wens ik je toe. En daar word ik het dan ook van. En volgens mij word je gelukkig als je echt doet wie je bent. Wat je te doen hebt. Ja. Waarom heeft u voor dit onderwerp gekozen? Ja, dat vind ik al mijn hele leven leuk. Omdat ik altijd zo bezig ben met jonge mensen. Het gaat vooral over jonge mensen die keuzes maken. En dat het zo ontzettend moeilijk is om te kiezen. Omdat je zoveel keus hebt. Ook als je televisie wilt kijken. Vroeger was het heel simpel dat je Nederland 1, 2 of 3. Het klinkt natuurlijk echt belachelijk. Maar het was wel simpel, want je had, ja, dat was de keus. Maar nu heb je zoveel zenders dat je niet kan kiezen. En dat is in het leven ook zo. En voor jonge mensen is dat zo ingewikkeld dat heel veel jonge mensen echt problemen daarmee hebben. Dat ze ook alles willen doen en ook vinden dat ze overal goed in moeten zijn. En ik zou het ontzettend fijn vinden om iets te betekenen in dat jonge mensen denken, ach, eigenlijk mag het ook wel iets minder, dat is ook wel goed. En het is al goed wat ik doe, zeg maar. Dat is echt een hele diepe, innerlijke motor om dit te doen. Dan hebben we hier een vraag van Evie. Wat is jouw doel? Ja, het doel is toch wel eigenlijk om dit verhaal te brengen bij mensen van jullie leeftijd. Maar dat is natuurlijk super ingewikkeld, want ik mag niet zomaar op jullie scholen komen. Maar bij mensen die nog echt aan het zoeken zijn, wie wil ik worden, wat wil ik worden, welke keuzes maken. Dat je dat doet op een manier die echt bij jou past. Want ik denk dat je dan ook niet iets doet wat niet bij jou past, maar ook niet iets doet wat helemaal niet oké is, zeg maar. Dus dat is eigenlijk mijn doel, dat steeds meer mensen durven vertrouwen dat niet wat de media zegt waar is, maar wat jij voelt.
En dat de media, hè, dat is een heel, misschien een duur woord, maar dat is voor alles wat via de krant en de televisie en vooral de internet binnenkomt. Daarin wordt van alles gezegd wat helemaal niet waar is. Wat ongenuanceerd is, minstens, wat oppervlakkig is. En ik zou het zo fijn vinden dat jullie een generatie worden die zeggen, ja, dat zegt de media wel, maar dat is omdat er geld mee verdiend kan worden of omdat het belangrijk is om daar dingen mee te verkopen. Hè, dat gaat allemaal een beetje over hetzelfde, maar eigenlijk is het nog veel belangrijker dat we van elkaar houden en dat de wereld mooi wordt. Dat we als mensen samenleven hier op de aarde en daarvoor goed voor zorgen. Nou, als ik dat bereik, dan ben ik wel heel gelukkig. Maar het is wel een doel voor een tijdje weg nog. Dus die 50 jaar viel nog wel mee van net. Dan hebben we nog ruimte voor 2 vragen. Ik heb er hier nog eentje. Ik heb er hier ook nog één. Nou, misschien net 3 dan. Oké, ja. Denkt u dat er na het leven nog iets is? Ja, dat dacht ik al, dat iemand dat zou vragen. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, toen ik 16 was, overleed mijn vader. Dat vond ik wel heel erg. Dat kan je wel voorstellen. En ik heb toch het idee dat ik het nog regelmatig voel dat hij voor me zorgt en aan me denkt en er voor me is. En dat vind ik zo fijn dat ik eigenlijk me ook door niemand anders laat wijsmaken dat dat niet zo is. Maar het is, wat ik zeg, wel een kwestie van geloof. Ik geloof het wel, ja. Jij? Ja? En dan de ene laatste vraag. Wat kunt u ons als tip meegeven om de wereld beter te maken? Goed naar dat innerlijke motortje in je, naar die ziel, naar dat geweten, dat je voelt wat goed is voor je. Want eigenlijk weet je het antwoord al. Als je echt goed kijkt, dan weet je het antwoord al op die vraag. En als je dat allemaal doet, dan denk ik dat je echt de goede antwoorden kiest, dat je kiest voor het goede. En dat weet je eigenlijk ook alleen maar zelf. Dat kan eigenlijk niemand anders. Dat is niet even korte termijn denk ik, ja, ik heb nu geen zin in bloemkool, dus ik eet geen bloemkool. Dat soort keuzes bedoel ik niet. Maar wel, wat wil ik nou echt doen in mijn leven? Nou, dan kom je steeds terug bij hetzelfde stukje, denk ik. Ja. Hier de allerlaatste vraag van Leila. Wat gaf u de moed om door te blijven studeren en uiteindelijk professor te worden? Nou, dat is ook wel een prachtige laatste vraag. De moed gaf mij dat ik af en toe toegaf dat ik een verkeerde keus maakte. En af en toe dat het helemaal niet ging en dat ik dacht, waarom doe ik dit? Dat ik toch vertrouwen hield. En dat kwam dan in mij. En dat is omdat ik af en toe even stil maakte en ook af en toe even zo zat. Ik weet het eigenlijk niet, help me maar. En wat het dan ook is, of wie het dan ook is, had ik het gevoel dat ik daarin werd geholpen. En dat was ook rond die tijd dat mijn vader overleed en daarna dat ik ging studeren. Dat was best heel lastig. In je eentje ergens in de stad wonen en hoe ging het allemaal. Het was niet altijd makkelijk, maar toch voel ik ergens dat dit moet. Maar dan moet je af en toe stilmaken en af en toe ook maar even daarbij blijven. En ook wel eens niet blij zijn en denken, ja, dat hoort er dan wel bij. Maar toch het gevoel, ik heb nog iets te doen in de wereld, heeft mij wel een motor gegeven. En ik denk dat jij dat ook hebt, anders had je niet zo'n prachtige vraag gesteld. Ik wens je daar succes mee. Houd de moed. Kom op. Ja? Dankjewel. Mag ik een heel warm applaus voor professor Monique van Dijk?